Volledig gedesillusioneerd zit ze namelijk nu op de boarding. En daar blijft ze ook zitten. Ze is niet gefinished. Nou, hopelijk straks meer informatie over de arme Xiaoli Wang. Die inderdaad misschien wel een spierspeuring opliep. Want ze durfde de benen nauwelijks meer te bewegen bij de laatste meters dat ze op het ijs bleef. Goed, we gaan kijken naar rit nummer 13. Weer een Chinese, Yuexi Liu in de binnenbaan. En in de buitenbaan een Noord-Koreaanse Wason Song. De nationale recordhoudster van haar land op de 500 meter. Dames worden even teruggefloten door de Zweedse starter. Opnieuw dan. Liu viel in het schot. En heeft dan ook een tweetal meters voorsprong genomen. 11.12. Ja, de Noord-Koreaanse had een slechte start. Normaal gesproken is ze sneller dan haar Chinese tegenstander. Maar nu zal ze in die laatste binnenbocht alle zeilen bij moeten zetten. En dat doet ze dan ook, maar ze haalt het niet en meer niet. De ritzege gaat naar China. Chuixi Liu, 41-85. En nog altijd blijft Achting vijfde. En nog altijd blijft Herman Meijer tiende. Hier nog een keer de laatste meters van Yuexi Liu.